René, even gelijk even naar de actualiteit. Wat zijn de meest, drie meest memorabele momenten voor jou in een pizzeria? In een pizzeria? In een pizzeria. Wat kan je nou echt van jezelf herinneren? Hoe het echt gezellig was in een pizzeria? Dat je daar bent geweest. Meestal is het met mij altijd gezellig in een pizzeria. Dat is wel waar, ja. Ik ga sowieso altijd een paar wijntjes in. Ja. En ik ben wel voor Italiaans eten. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja, pizzeria, Italiaantje dan in dit geval. Nee, dat ben ik. Maar ik kan me niet. Ik kan me geen dingen herinneren dat ik dacht. Nou. Nee. Dit is iets echt dat vergeet ik. Een avond in een pizzeria, die onthoud jij niet, zeg maar. Nee, niet. Nee. Echt. Johan, jij heb je wel eens een avond in een pizzeria gehad waarvan je dacht, die vergeet ik nooit meer? Nee, als je nou zou zeggen een avond in een sophuis, dan weet ik dat nog. Dat weet je nog precies, op de dag nauwkeurig waarschijnlijk. Ja, nee, maar nee, ik ben niet zo'n pizzeria bezoeker. Nee, nou, het enige lastige, jij eet natuurlijk ook niet. Dus wat heb je in een pizzeria te zoeken? Maar... Nee, maar ik heb vroeger wel gegeten, hoor. Ja, en Wim, kom jij wel eens in een pizzeria dat je denkt, dat was een avond, die vergeet ik nooit meer. Je hebt ik ben niet vaak in pizzeria's geweest, Wilfred. Maar het zijn niet allemaal wat ik denk van, nou, dat kan ik me nog, weet je... Nee. Maar wat is nou de clue van deze... Ja. Jullie van hebben niet meegekregen dat Prins Andrew beweert dat hij geen seks heeft gehad met een minderjarig meisje. Maar dat hij maar avond... als je nou meteen met die lul in huis was gevallen... Nou ja, ik denk, jullie hebben er gelijk wel eentje klaar voor. Maar... Nee, maar kijk... Dan denk ik, die commotie over die man. Hè? En het Engelse koningshuis wordt nu geweldig aangepakt. Natuurlijk heeft hij die juffrouw verwend, dat lijkt me duidelijk. Maar één ding... Een minderjarige dame, hè, trouwens. Ja, dat is al strafbaar ook. Maar het enige wat het Engelse koningshuis voor heeft op ons koningshuis... is dat ze in de oorlog niet fout geweest zijn. Die wilde je ook nog even kwijt, merk ik. Ja. Voordat even... we zo verontwaardigd doen over het Engelse koningshuis. Nee, kijk, we weten er hier ook wel raad mee. Hè? Die vader van Maxima die was verantwoordelijk voor het schenden van de mensenrechten. Het begon al met prins Hendrik, dat was een schuinsmasseerder. We hebben die Bernard gehad. En dan gaan wij zeiken over een prins... Nou, die betrokken was bij een heel schandaal, hè? Met een miljardair die heel kwalijk jonge meisjes misbruikte. Ja, heel kwalijk. En vervolgens gaat roepen dat hij in een pizzeria zat waarschijnlijk die avond. Je hebt natuurlijk altijd heel veel mannen met heel veel geld. En die vallen op hele jonge meisjes. En dan zit je natuurlijk altijd in een schemergebied, hè? Zijn ze 17, 18, 19, toch? Altijd onpassende vragen. Zijn er zat? Zijn er zat? Ja, maar als je, genoeg, hoor. Als je in zo'n netwerk zit en je bent er zo dichtbij betrokken... en je gaat zo'n verhaal ophangen, dan kan je toch beter... Nee, maar hij moet daarvan geweten hebben. Hij was kind aan huis bij die man en dat was daar Sodom en Gomorra. Dus dat was een komen en gaan van minderjarige meisjes. Dus hij heeft daar niet de New York Times zitten lezen. Het is niet verleden week. Hoe lang is dat geleden? 20 jaar geleden ongeveer? Ja, 10, 15 jaar geleden. Ja, want ik heb foto's gezien vanmiddag nog even in die Engelse kranten, maar toen was hij ook nog behoorlijk jong, hoor. Ik denk half in de 30, denk ik ongeveer. Ja, maar dan mag je het wel kwalijk nemen. Nee, daar gaat het niet om, maar toen was hij wel jong nog. Ja. Ja, dus dan kan dat gebeuren. Nee, ik zie het hem nu niet meer doen. Voor mij komt er nu alleen nog stof uit bij hem. Dus wat? Ja. Nee, ik zeg niet dat het kan gebeuren. Maar ik snap wel dat er mannen zijn van 35 die op hele jonge meisjes vallen. En dan zit je best in een schemergebied. Ja, ik denk dat ik bij dit onderwerp wegga. Waarom? Nee, maakt niet uit. Heb je niet? Jij begint erover. Nee, jij begint erover, maar René sluit het niet goed af. Ja, maar hoezo? Hè? Hoezo? Nou ja... Hebben jullie het idee dat de trainer en het bestuur... Mag niet. Nee, het is onfatsoenlijk. Ja, en zeker minderjarige meisjes is strafbaar. Ik weet dat. Nee, dat snap ik ook nog wel. Maar is het bij jou zo dat als jij vroeger, toen je 35 iemand leerde kennen... dat je zei, doe mij even je idee... Nee, maar dat heb ik nooit gedaan. Nee, maar ik heb nooit een voorliefde gehad voor jongere vrouwen. Ja, die van mij die ik nu heb is 14 jaar jonger, maar dat hoorde ik later pas. Ja? Ja? Zij dacht dat ze 12 jaar ouder was? Ja, die deed er een beetje achter. Die man zijn PR-voorlichter is 2 weken geleden al opgestapt. Ja, dat was ik ook. Die had tegen gezegd, doe dit nou alsjeblieft niet. Nee, maar mensen die twijfelden... Wat de waarheid vertellen? Nou ja, je kan er beter niet gaan zitten als je dan toch je verhaal vertelt. Komt niet met zo'n lulverhaal. Nee, maar mensen die nog twijfelden en hem nu gezien hebben, die denken... Hij heeft het gedaan. Ja, nee, dat is op zeker. Ja. En nu komt er ook nog een aanklacht wegens racisme. Zei hij ook nog dat hij niet zweette? Hij heeft nog nooit gezweten zijn. Nee. Goed, helemaal. Er stond een foto dat hij in Saint-Tropez was. Ook weer met een lekker wijf. Dat hele overhemd zweet. Ja, ze hebben zat foto's van hem. Ze hebben een foto van hem met die dame. Met een arm eromheen. En zegt, ja. Ik ken deze foto niet. Ik weet niet hoe die arm om dat lichaam komt. En ik weet ook niet hoe ik op die verdieping kom. Dus ja, nee. Dat is ik moet wel heel eerlijk zeggen. Met vrouwen ben ik er betrekkelijk weinig vergeten. Jij niet? Nee. Ik had een vraag Ben jij er veel vergeten?
Vrouwen? Ja, vrouwen die je in je leven tegengekomen bent toen je 20, 30, 40. Ik ben er niet veel vergeten. Nee, maar je komt ze nu wel eens tegen en dan schrik je wel. Ja. Ja, maar ja, ze schrikken van jou ook, hoor. Neem dat nou maar van mij aan. Nee, maar weet je wel eens, hè? Dus ik heb het ook wel eens in de super. Kom erheen. Hey, heb je op school gezeten? Snel doorlopen. Dadelijk vraagt ze nog of je mee gedeed ook. Vertel, ouwe. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.